roken en pakken. Nou, er is nog niet. Pakken, roken en John. You can run for you and me, my wife for love, so at the bro, you never see. Look, don't take you can't make you sorry, tapoche to you, oh, lassie. Yes, you can give you a word. Ik ga je eerlijk zeggen, ga Nederlands weg. Als je nu gaat gelopen om mijn bedden, vrouw, dan je wat doen, dat raakt uit die moelangen. Maar Uno Baete en Tamara, we hebben hier een regeringsvergadering naar VP, naar Sofie Redmonstrati. Dat is er dan, we zorgen dat we wat doen tegen die, maar dat we danken aan God. Morgen kan ik de Surinaamse samenleving in Suriname en buitenland ervan garanderen dat wat ze hebben gezien gisteren, wat ze vandaag hebben gezien, morgen wordt het 5 keer erger. We gaan opschalen. Laat je horen! Sofie Redmonstra, tiener, met die potten en pannen, en even op tap de score, op tap de score. Ik moet tap de bus, dan tap de bus. Ik moet toewassani, wat toewassani. Make the machine that got ontevreden heet. Dit is aan de politiek. Dit is aan volle koestranden. Laat je horen. We gaan opschalen in stad en district. En we gaan ervoor zorgen dat de regering tot het verstand wordt gebracht. Dat het zo niet verder kan. Minister van HI, Economische Zaken, vindt u dat het goed gaat in het land? En dan heb ik een gewetensvraag. Als u ook weet of vindt dat het niet goed gaat in het land en u zegt dat u hart hebt voor Suriname, dan vragen wij u, het volk van Suriname, uw portefeuille neer te leggen. Maar mij was stel een vraag. Zal mij stellen minister voor HI. Of de volksvertegenwoordiger zal mij naar je pot dappen. Of de mijn vriend. Dat ik kon je draai boom. En dat ik straks aan mijn pina. Dat is mijn lichte functie mee. En ik heb die minister van Economische Zaken een gewetensvraag gesteld. Ik heb de parlementariërs een gewetensvraag gesteld. Als ze zeggen dat ze het menen met het volk. En het volk pinaart. Dan zouden ze allemaal hun portefeuille ter beschikking stellen van de president. Want dit, wat er gebeurt, is niet goed. Het is niet bevorderlijk voor ons. Het is niet bevorderlijk voor onze kinderen. Het is niet bevorderlijk voor onze kindskinderen. Dit wil je niemand aandoen. Dit wil je absoluut niemand aandoen. En dan voeren ze aan de actie. Naar de straat zijn we beloofd voor zijn verkiezing. Je bent gewoon binnenland. Naar de motor, naar de plein.
Huis aan huis, we beloven het aan u. Hoe wij snapt dat want of de staan, meneer de heer Sprookjes. De man met dat gratis bus en bootvervoer voor alle schoolgaande mensen vanaf 18 jaar. Hoe wij snapt dat u dat. Elke keer is er in die geschiedenis van Suriname een knik, een kink. En het zijn elke keer weer onze mensen. Het is niet de kolonisator. Elke keer krijgen we schuld, kolonisator, deskolonisator. Dat is niet de kolonisator. Het zijn onze mensen die ons verloochenen en die ons in verlegenheid brengen. En dit kan niet. Ik doe dit omdat ik niet wil. Ik weiger. Ik weiger dat mijn kinderen en kindskinderen dit moeten komen staan doen. Het is belachelijk, ronduit belachelijk. Het 17e rijkste land op aarde. Wat hebben we bereikt? Kijk om je heen. Wat hebben we bereikt? Geen enkele duurzame ontwikkeling in Suriname. Heleboel wordt er geschroot. Er wordt geswiped met een heleboel papieren. We hebben een batterij aan deskundigen. We hebben een plan. Een herstelplan. We hebben dit, we hebben zo. En hoor patiëntie. Ik van meneer Gentel Taki. Of het heeft die jaar. Omdat dit tje voeren op moest het afgekomen. Mensen, zo mijn leeg. Zo mijn leeg. Zo mijn leeg. Bravo, open. In het begin hadden we misschien geen vertrouwen, maar hoe te kwam kans, hoe te kwam jasi, dat ik iets heb staan, om ik de man zitten. Want dat man kon in stad en district, binnenland, tik botto, tik vliegtuig, huis aan huis. En hetzelfde dat hij heeft gedaan, gaan wij ook doen. Het komend weekend, dan gaan we ook in die ghetto's. Dan gaan we die mensen vragen, als ze bereid zijn om nog 3 jaar te wachten. We gaan ook naar Sunny Point. We gaan naar Texas, we gaan naar Jamaica, we gaan naar Rango, we gaan naar Goede Verwachting, we gaan naar Wintiwai, we gaan naar Flora. We gaan overal waar deze regering is geweest om stemmen te winnen, gaan we die mensen vragen als ze hiervoor hebben gestemd. En we gaan ze vragen of ze die behoefte hebben om nog 3 jaar te wachten en als die situatie niet al uitzichtloos genoeg is geworden. Het is ronduit belachelijk. Oké, regering. We hebben een president en we hebben een vicepresident en we hebben nog steeds vertrouwen dat ze dat kunnen. En als ze bewijzen dat ze dat niet kunnen of niet willen, dan gaat het anders moeten gebeuren. Morgenochtend 10 uur, regeringsgebouw. En ik wil maar Chan Ele, dat we tegen je broer zitten en je ook doen.